Hey daar, ben je geïnteresseerd in een avontuurlijke baan als boswachter? Vorig jaar stond ik in jouw schoenen. Maar weet je, het gaat niet alleen om liefde voor de natuur, maar ook om praktische werkervaring. Precies. We vragen niet alleen om enthousiasme, maar ook om aantoonbare werkervaring in bos- en natuurbeheer of in vergelijkbaar werk. Want laten we eerlijk zijn, het werk kan soms best zwaar zijn. Maar daar houden we van, toch Maarten? Zeker, een echte hands-on mentaliteit is wel een vereiste. En bereid je voor, want je zult niet alleen maar buiten zijn. Kantoorwerk hoort er ook bij, vooral als je verder wilt doorgroeien. Klopt, als niveau 4 leerling ben ik meer bezig met leidinggeven en begeleiden. En als niveau 3 leerling werk ik meer in het veld. Als je al een opleiding hebt op een hoger niveau, kun je toch beter voor niveau 3 kiezen. Daar leer je in het veldwerk en dat is de basis. Ook als je door wil groeien. En vergeet niet, voor de praktijkervaring die jij nodig hebt voor je opleiding, is het van belang dat het werk zich niet beperkt tot één werkgebied. In het tweede jaar wacht je nog een nieuwe uitdaging. Je gaat dan aan de slag op een andere werkplek in het land. Maar geloof me, het is het allemaal waard. Het avontuur, de uitdagingen, de ontwikkeling. Dus waar wacht je nog op? Meld je hier aan. Sluit je aan en ontdek de pracht van de natuur met ons. Precies, we hebben je nodig.